Ik ben nu bij Jessie en ja, ik heb vandaag gezellig geshopt met haar en we gaan direct naar de bios, Ted. En we gaan hier een friendship deck invullen. 19 vragen en die gaan we beide beantwoorden. Ja, dus let's go. De eerste. Hoe hebben we elkaar ontmoet? Nou, eigenlijk door ons blog, denk ik. Via het internet, ja. Ja, via het internet. En toen hadden we onze eerste meeting in het bos. Op 5 mei. Oh, dat was zo leuk. Ja. Oh, die hadden we samen toen geregeld. En toen kwamen nog een paar anderen. We waren met z'n 8. Ja, met z'n 8 toen. Oh, dat was zo leuk. Het was echt heel leuk. En we hebben nog steeds contact met de meesten. Ja, ja. Dat is wel tof. Ja, nu zien we elkaar ook regelmatig. En we hadden vorige keer ook een meeting. Nou ja, nu ben ik dus gewoon bij haar om te logeren. En gewoon gezellig... Gezellig te wezen. Ja, dus dat is gewoon superleuk. Ja. Even denken, wat is jullie favoriete herinnering? Ja, ik vond Appelpop heel leuk. Ja, Appelpop was echt superleuk. Dat is zeg maar een festival in Tiel, bij mij in de stad. En ja, daar kwamen allemaal artiesten en zo, dus dat was echt heel leuk. En dan hebben we dan een meeting. Ik vond ook door die fonteinen rennen toe, weet je wel. Oh ja, toen bij de bos. Dat was zo leuk. Oh, en al die foto's die we gingen maken bij de Bij dat trouwambtenaar. Het trouwkerkje. Toen zei zo'n fan zo van, ja, ik ga trouwen. Jullie gaan trouwen. En de Naked 2 die we hebben gekocht samen. Together. Ja, dat was echt leuk. Together nog steeds. Ik ook. Natuurlijk. Wat hebben we nog meer? En ja, en vandaag dan? Ja, gewoon eigenlijk alles. Gewoon alles is leuk. Alles heel is... veel herinneringen hebben we niet, want we hebben elkaar denk ik nou, dit is de vierde keer. Ja, vierde keer. Maar het is altijd leuk geweest. Ja, inderdaad. Vraag 3. Omschrijf elkaar in 1 woord. Oh, nee. Dat is echt moeilijk. Charlotte is blij, vrolijk, enthousiast, druk. Schat, je moet één woord hebben. moeilijk. Optimist, denk ik. Ja. Dat is een beetje alles in één. Dat is vrolijk en druk en ja. Optimist. Ja, ja, jij bent een optimist. Jij bent, ja. Dat klinkt als echt, hè? Maar, en niet ik. Ja, jij, ja. Jij bent ook gewoon super lief. Jee. En heel erg meelevend voor andere mensen en zo. Dus, oh. Ja. Gewoon, ja. Lastig. Dat is moeilijk hoor, om elkaar in 1 woord te omschrijven. Vraag 4. Wat is je favoriete make-up merk? Dat is echt moeilijk. Ja, wat denk je dat mijn favoriete make-up merk is? Ik weet niet. Je hebt de laatste tijd wel heel erg over MAC. Ja, inderdaad. Is dat jouw favoriete merk? Niet helemaal, want MAC is wel heel duur. Ja, met anders zou ik eerder denken Catrice. Ja, of... denk ik. Hoe heet het andere merk? Van mij. Wat is... Ik heb niet deze favoriet merk. Bijvoorbeeld, ja, Benefit vind ik heel erg mooi. Maar ja, ik maar Benefit is ook zo schreeuwend duur. We hebben niet echt een favoriet. Nee? Ik niet. Ik heb geen favoriet. Ja, ik denk... Ik vind Ice Lip Stays ook heel fijn. Ja, maar dat is bestellen. En het bestellen... Het is duur. Om het te laten bestellen. Ja, met die verzendkosten. Ja, klopt. Anders ja. Is dat wel denk ik een van mijn favorieten. Het is wel fijne make-up. En ik vind Sleek vind ik ook echt geweldig. Ja, Sleek. Ik heb vandaag een Sleek palette gekocht. Dat heb jij! Ja, yes! Curaçao. Ja, Curaçao palet. Hey. Het kon nog niet anders. Nee, inderdaad. Maar we gaan weer verder. Ja. Wat is iets dat je irriteert aan de ander? Oh, nou, dat is echt een rotvraag. Maar sowieso, ik ken jou... Ja, ik ken jou wel goed, maar ik heb je niet zo vaak gezien dat ik me kan irriteren. Dat je echt... Nee, inderdaad. Ik irriteerde me toen jij... Maar niet terug WhatsAppte toen ik je kwijt was in Appelpop. Ja, dat was echt gemeen, want ik antwoordde toen niet. En... Ja, maar de verbinding was ook... Ja, was bagger. Gewoon crap, ja. Maar ik irriteer me niet aan jou. Nee, ik ook niet aan jou. Jij bent gewoon heel lui. Dan denk ik, Jessie, ga wat doen. Dus als je lui bent, dan kan je niet irritant zijn. Nee. Of juist wel. Ja, soms. Maar ik ben niet irritant. Nee, je bent niet irritant. Ik ben wel lui. Het is gewoon een rotvraag. Nee, geen antwoord, ja. Geen commentaar. Nee. Hebben jullie ooit dezelfde persoon leuk gevonden? Nee. Nee, dat want, kan niet. Nee, dat kan niet. Jij hebt sowieso een vaste vriend. En ja. Nee. Eigenlijk niet, hè? Nee. Nee, we kennen niet dezelfde jongens. Nee. Dus dan houdt het al op. Ja. Dan houdt het al op. Waar zijn we? Bij nummer 7. Als jullie ergens samen heen konden in de wereld, waar zouden jullie heen gaan? Waar gaan wij heen? New York. Sowieso. Londen. Londen, Parijs. Nou, je weet het wel, al die grote steden waar je kan shoppen. Dat lijkt me ook. Maar ook naar die Aziatische landen, weet je wel. Ja, ik zou echt ooit een keer naar Japan willen. Al die maskertjes uitproberen. Ja, al die leuke dingen. Echt al die leuke... Al die gadgets, weet je wel. Ja, ja. Die ook op eBay altijd kan scoren. Want, ik ben echt een eBay-sucker. Met onze camera's overal foto's ja, maken. Ja, zo vloggen, foto's maken. Dat is die Chinezen zelf. Ja, dan zijn we echt van die Chinese toeristen. Daar houden we van. Ja. Nou, volgende. Vraag 8. Wie is er 's ochtends langer bezig met make-up opdoen? Ja. Ik denk jij.
Ja, ik denk het ook wel, want ik gebruik oogschaduw. En ik niet. En al die eyeliner. En ik niet. En foundation. Ik wel. Blush. Nee, maar ook toen die ene ochtend toen we naar Blazy workshop gingen, was jij wel langer bezig dan ja, mij. Ja, toen was ik echt langer Iedereen bezig. Was langer bezig dan mij. Ja. Dus ja, ja, ik gebruik gewoon best wel veel make-up. Vind ik gewoon leuk, weet je wel. Ja, beauty is gewoon... Niet dat je het nodig hebt. Dat is lief van je. Ik ben lief. Oh, ja. Even kijken, favoriete seizoen. Nou, wat denk jij dat mijn favoriete seizoen is? Ik denk wel niet herfst of winter eigenlijk. Jawel. Juist wel. Oh, dan de winter. Ik heb namelijk 5 jaar Curaçao gewoond. En dan ben dan, ik echt die zomer. Nee, ik dacht dat je juist behoefte aan had. Dan de winter. Ja, winter. Yay. Met sneeuw en Ollie. Ja. Nee. Ik denk bij jou sowieso de zomer. Nee. Zomer of lente? Nee. Wat dan? Ik ben meer van het knussen. Herfst? Ja. Ah, ik hou van herfst. Lekker met thee op de bank. En ja, dan, een tekentje. Zoals nu. En zo meteen gaan we naar de film en dan zitten we in de love seat. Yeah. Hij zit in de love seat. Vraag 10. Favoriete liedje? Oeh, dat is moeilijk. Weet je hoeveel muziek er is? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik weet niet eens van mezelf wat mijn favoriete liedje is. Nee, dat bedoel ik dus. Dat heb ik ook. Nee. Favoriete liedje? Nee. Jawel, ik heb wel een liedje. Ik vind... Ik zou het niet weten. Ik vind... God, hoe heet dat? Het is jouw favoriet liedje. Ja, van... die zit altijd in de top 40. Het zijn er dus 40. Ja. Nee. Nee, ik heb echt niet 40 favoriete liedjes. Nou ja, ik weet even niet meer hoe die heet. Ja, Half Fame vind ik wel leuk. Oh, ik heb geen favoriet nummer. En van... hoe heet dat? Means? De gekke Means? Nee, ik ook aan Nicki Minaj. Ja, zij, Nicki Minaj. Let's go to the beach. Starfish. Ja, die vind ik ook wel leuk. Oh, nee, juist niet. Ik vind daar sowieso niks aan. Nee, ja. Het is wel vrolijk, maar... Ze is een beetje fake. Beetje heel erg. Wat is jouw favoriete liedje dan? Dat heb ik niet. Ik verander ook echt per dag van muzieksmaak. Ja. Dus I don't know. Kan Among the People. Ja, daar hou ik wel van. En de Heide Roosjes. Heide Roosjes. Ja. Oké. Rekken. Hakken of ballerina's? Makkelijk voor mij. Jij hakken? Ja, ik vind ballerina's zo... Ik weet het niet. Ik kan ze alleen maar in tuttige vorm vinden. Ja, inderdaad. Dan ben je gelijk zo'n tutje. Ja, in ieder geval ik ben gelijk zo'n tutje. Als ik een ander zie, dan denk ik, oh, dat staat super leuk. Maar dan doe ik het en dan nee. Nee. Ik had vandaag bij de H&M wel leuke flatjes, ballerina's gezien. Oh ja. Maar nee, ik ben meer van de hakken. Ja. Ik heb helemaal geen... Of het moeten dan ballerina's zijn met stuts. De stuts, ja. Dan zoek wel. Ik nog. Maar... Ja, maar ja, die kan ik dus amper vinden. En dat is een uitzondering. Ja. Dus hakken. Voor ja, inderdaad. 12. Broeken of jurkjes? Jij hebt broeken. Ja. Ik draag bijna nooit jurken. Verschrikkelijk vind ik het. Het is wel heel leuk. Bijvoorbeeld Romy, dat is super leuk. En dan denk ik wel ook jurkjes dragen. Maar... Ja. Als je het iemand anders aan ziet doen, dan denk je van, oh, vet leuk. Maar bij mezelf staat het gewoon niet, op een of andere manier. Dat heb ik ook. Ja, het laatst wel een leuk jurkje met die veertjes. Ja, maar dat was in de zomer. Ja, maar nou, dan is er een reden om in de zomer zulke jurkjes te dragen. Dat duurt nog heel lang. Ja, op zich wel. Ja. Oké, favoriete dier? Hond. Jij uiltjes. Ja, uiltjes. Qua accessoires. Ja, dat bedoel ik. Want ik zie jou echt altijd met uiltjes en hondjes. En dat is mijn favoriet. Klopt. En jij? Nee, ik hondjes, ja. Ja. Dat is echt heel schattig. Oh. Maar als het om een huisdier gaat... Dan ook hondjes bij hond, jou. Ja. Ja. Sowieso. Maar ik heb geen huisdieren. Dat is echt... Nee, dat is gewoon niet leuk. Ik heb er heel veel. Ja. Even denken. Comedy, horror of in meidenfilm? Bij jou denk ik horror. Ja. En dat verwacht je niet heel snel. Eigenlijk. Nee, maar dan zoek je gewoon even iets om die spanning te gaan. Ja, maar weet je, ik vind het juist zo spannend als het gewoon... Thriller dus ook. Ja, maar ik vind een comedy vind ik ook wel leuk. Want we gaan dus dadelijk gaan we naar Ted's met die teddybeer. Ja, maar ik vind comedy niet snel grappig. Nee, klopt. Dat is het probleem. Je moet wel echt iets hebben wat grappig is. Nee, ik kan daar zo niet echt een comedy film noemen van ik denk, oké, dat is echt grappig. Nou, ik heb er één keer één gezien. Ja, Dead at the Funeral. Dat was op zo'n begrafenis ding. En dat was zo grappig, want er werden... Volgende. Hoe is het om vrienden te zijn met iemand die verslaafd is aan YouTube? Oh, best een leuke vraag. Ja, maar... Ja, hoe is het? Gewoon... Ja, ik vind dat wel leuk. Want dan kan je gewoon over dezelfde dingen meepraten en zo. Weet je wat precies. Het is om te filmen. Met ook met vrienden. Als je het met andere vrienden over hebt, hebben ze echt zoiets van... Waar heb je het over? Of dit interesseert me niet. Ja, inderdaad. En jij filmde eerst niet en nu film je wel. Dus dan, ja, dan kan je daar gewoon leuk over praten. Ja, maar nu ik ook een cameraopleiding heb, moet ik ook wel eerst meer gaan filmen om te oefenen. Ja, ze heeft echt zo'n camera ding helemaal... Ik ga hem er eens bij pakken. Ja, dit is hem. Big one. Wauw. Het is gewoon echt zo. Nou, ik kan hier niet wijs van worden. Hij is heel zwaar. Al die knopjes.
Ik zou niet weten waar je op moet drukken. Nee. Arme ik. Maar ja, ik vind het dus wel gewoon leuk om met mensen in contact te zijn die ook verslaafd zijn aan YouTube. Ja, en... daar leer je ook je van. Ja, daarom. Verder, vraag 17. Eet je iets heel raars? Ja, ik heb 1 keer slakken gegeten. Ja, slakken en ik dan spinnen. Spinnen? Kangoeroes. Eeuw. En arme krokodil. Maar dat wist ik van tevoren niet. Heb jij krokodil gegeten? Ja, en dat wist ik van tevoren niet. Het is dat altijd proeven en dan vraag ik het. Wat is hoe het? Smaakt dat? Krokodils was niet echt iets om op te merken. Volgens mij is dat gewoon kip of zo. Nee, dat dan ook weer niet. Maar spinnen, dat was heel bitter. Spinnen? Hou ze op, joh. Kom daarom was ik ook heel misselijk. Gewoon puur om het idee. Dat je dat denkt, Ja, inderdaad. 18. Hebben jullie iets wat jullie allebei hebben? Ja. Ja, een Nikon camera sowieso. En Naked 2 palet. Ja. En een blog. Ja. En een YouTube kanaal. Ja, dat ook. Zusjes van 12. Ja. En we hebben gewoon allebei een hele grote passie en een liefde voor bloggen en alles daaromheen. Dus ja, we hebben best wel veel wat we ook allebei hebben. Het is heel veel gemeen eigenlijk. Ja, leuk toch? Ja. En als allerlaatste. De laatste vraag. Wat is jullie favoriete tv-show? GTC! Sowieso, ja. Goede tijden, slechte tijden. Weet je hoe leuk dat is? Oh, die GTST toch. Oh jongen, dat begint al over 20 minuten, Jess. Ja, dat gaan wij wel kijken. En daarna Ted. Ja, oh jongens, we gaan tedden. Yay. En we hoeven niet te fietsen, want we gaan met de auto. Ja, yes, godzijdank. Want het is al donker, het is hartstikke koud. Ik ben lui. Ja, jij bent lui, dus dan hebben we ook geen zin om te fietsen. Nee, dus dat komt helemaal goed. Ja. Nou, dat waren de vragen alweer. Jammer, maar ik vond het echt leuk om te doen. En we gaan morgen weer filmen, dus wees gerust. Ja, we gaan morgen een blind, geblinddoekt make-up ding opnemen. En ja, dan ga ik haar... We worden heel mooi. Ja, we worden echt heel mooi. Ik denk dat we er echt uit gaan zien als clown. Zo hier om van die vegen. Dan moeten we eigenlijk die Curaçao palet juist gebruiken met hele felle kleuren. Ja, eigenlijk wel. Hè? Pretty. Dat is wel heel cool. Ja. Dat hoort hem. En dan, tot dan. Doei. Doei. Ik hoop echt dat hij nu... Ja, dat is echt alles maar gokken. Ja, dat kan ik ook niet zien. Nou ja, boeien. Een gok. Een optician. Hey, dat is iets voor je ogen, hè? Dat gaan we even niet doen. Oh, ja. Niet waar? Optician, dat is toch... Oh, ik dacht dat het tanden was. Oh, nee. Oh, balen. Ik hoop dat hij nog filmt. Ik hoop het ook. Zal ik even kijken? Ja. Oh, dan moet ik toch van jou eens aan zeggen wat jouw favoriete make-up merk is. Vraag 8. Nee. Ja. Nee. Huh? 9. Oh ja, nee, 10. Gafje. Ik val bijna van de stoel. Oh, kom hier dan. We doen op 1 stoel. Ja, we zitten op 1 stoel, jongens. Yeah. Ja, doe er maar. Oké. Okay. Yes. Oh ja. In je tas. Ja, maar echt, we liepen dus vanmiddag in... Nijmegen. Wow, ik wilde Zwolle zeggen of zo. Daar waren we niet. Nee, maar toen liep ze daar met die camera. Ja, dat is toch best stoer. Gewoon. This one.